Hey kijkers, welkom bij de eerste Garage Project Vlog. Ik ben Mitchell. Hiernaast staat het project, mijn eerste project, de Yamaha Diversion 600. Aan deze kant staat mijn eigen privémotor, daar rijd ik regelmatig mee naar mijn werk. En doe toertjes mee. Dit is mijn eerste project. Ik heb sinds kort een eigen garage voor een dak boven mijn eigen motor. En voor een project. Nou, dit is mijn eerste project. Hij heeft 2,5 jaar stilgestaan. Hij was roze en wit. Hij is nu al zwart. En de kleur dat wordt blauw. Metallic blauw. Zoals jullie zien, hij staat al redelijk in elkaar. Hier en daar plaats ik even wat foto's van hoe het was. En tijdens het proces van uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Daar heb ik nog enkele foto's van. En vanaf dit stadium neem ik jullie mee in het vervolg daarvan eigenlijk. Er moeten nog wat dingetjes gedaan worden. Ik ben zelf hiervoor een beetje bezig geweest met gewoon alles er weer opzetten. Weer op zijn wieltjes zetten, want dat scheelt in de garage. Anders ligt overal onderdelen. Het fijnste is als het weer een beetje bij elkaar zit. Een beetje uitleggen in hoeverre ik nu ben. De Yamaha Diversion 600. 4 cilinder, luchtgekoeld. 45 pk. Nieuwe achterrem. Voorrem is tweedehands. Aan deze kant is voor de rest niet zoveel bijzonders. Nou, dit is een 4-cilinder. Nou, ik heb hem zwart geschilderd en de koelvinnetjes heb ik een beetje opgeschuurd, waardoor ze zo weer naar voren komen. Best wel een leuk effect. Nou, de aandrijftandwiel moet er nog opgezet worden, de ketting moet er nog opgezet worden, de wielen moeten nog vastgezet worden, de motor moet nog vastgezet worden, er mist hier en daar een boutje. Nou, dit is de achterkant, de knipperlichtjes, die zijn led. En dat vindt de originele relais niet leuk. Dus daar moet een nieuwe relais voor komen. Dus dat is even op wachten en dan kunnen we dat ook weer verder gaan installeren. Nou ja, voor de rest de kabelboom moet nog gedaan worden. Dus eigenlijk, hij staat in zoverre in elkaar dat hij ook weer niet in elkaar staat. Ik probeer met regelmaat een filmpje op te laden. Het zal in het begin misschien wekelijk zijn. Nadat deze klaar is, moet ik natuurlijk op zoek naar een ander project. Dus misschien tegen die tijd wordt het wat onregelmatiger. Maar de intentie is om elke week minimaal een vlog op te laden. Nou, doe een blauw duimpje omhoog en abonneer als je het leuk lijkt. En tot de volgende vlog. Houdoe!